Dag iedereen, welkom op mijn kanaal. Bij deze maken we de vierde oefening op de wet van Ohm. Vierde oefening. Deze keer hebben we een weerstand waar we de waarde niet van kennen. We weten wel dat er een stroom doorgaat van 1 milliampère. 1 milliampère, maar 1 milliampère is gelijk aan 0,001 ampère. De spanning die over de weerstand staat, is gelijk aan 2 volt. Gevraagd, wat is nu de waarde van die weerstand? Hoeveel bedraagt de ohmse waarde van de weerstand? Formule die we daarvoor gebruiken, wet van Ohm, U is I maal R. En R zal dan gelijk zijn aan R is U gedeeld door I. Indien we dat oplossen, krijgen we dat R gelijk is aan U, spanning over de weerstand, die gelijk is aan 2 volt, gedeeld door de stroom, stroom door de weerstand, die gelijk is aan 0, die gelijk is aan 0,001 ampère. En dan krijgen we een weerstand van 2 kiloohm of 2000 ohm. Maar 2000 ohm, zo schrijven we dat niet neer. Nee, dan maken we er automatisch 2 kiloohm van.